laten ze verstandig gebruiken. Je hebt de zaak van ene naar de andere afwerken. Ja. Maar ze nemen maar aan en ze nemen maar aan, maar ze komen niet verder. Ze smoren in hun eigen werk. We zijn in Loppersum in Groningen, een thuiswedstrijd. In het epicentrum van het aardbevingsgebied. Ja, de gaswinning stopt dan wel volgend jaar, min of meer. Maar de problemen van de Groningers zijn nog niet voorbij. En daarom komt Mark Rutte, demissionair minister-president der Nederlanden, vandaag maar weer eens op werkbezoek. Hoi. Daar bent u weer, meneer Rutte. Hè? Daar bent u weer in Groningen. Zeker. Ja. Ja, zeker. Gaat het eigenlijk goed hier? Nou, dat niet. Nee, er is natuurlijk heel veel zorg en ook wantrouwen over de snelheid van zowel het schadeherstel als het versterken. Er is denk ik wel heel veel gebeurd nu om die organisaties goed neer te zetten. En ik wil vandaag vooral kijken hoe gaat dat nou. Nu gaat u met de commissie bijzondere situaties praten. Dat gaat eigenlijk over mensen die er gewoon niet uitkomen na jaren, toch? Hè? Maar goed, daar moet ik nog mee praten met de commissie. Dat snap dus misschien moeten we de afloop ook even spreken. Emmy Klooster, de vriendin van Henk Bijmold. Henk's boerderij die staat op instorten en die moet Appingedam. En die moet versterkt worden. Oh ja. Ja. Weet u de, kent ik u? Ik heb het dossier gezien in mijn vakantietijd. Okay. En ik heb me voorgenomen om na de vakantie daar naar te kijken. Wij wachten al anderhalf jaar op spreken, het antwoord van de gewoon af dat we een gesprek hebben. Ik moet je één ding zeggen. Ik heb een paar keer meegemaakt met deze burgemeester dat er een probleem was. Wij daar contact over hebben. Hij zelf naar mensen toe gaat. Ja. En daar ga ik je daar ook nog voor bedanken. Want een paar van die gevallen speelden vorig jaar. Dus als hij zegt dat hij dat doet, vertrouw ik hem. Het staat op film ook, hè, voor heel veel mensen nu. Dus u kunt er niet meer onderuit nu, op deze manier. Nee, maar ik heb omdat hij het belangrijk vindt. Nee, goed, dat geloof ik ook soms wel. Soms doen we dingen omdat ze belangrijk zijn. Maar niemand wil voor de versterking, voor de kosten opdraaien en voor de bedrijfsplaatsing. En dat doet ons echt heel zeer. En mijn vriend is echt zwaar depressief erdoor. En ik ben blij als ik hem gewoon weer heel uit thuis heb. We spreken erover. Okay. Ik heb niet zo een oplossing paraat, maar we gaan ernaar kijken. En ik heb elke week zeker 4-5 mensen op bezoek met nou niet vergelijkbare problemen, maar ze zijn altijd weer anders. Nee, ze vallen altijd net buiten de boot. Ja, maar ik denk dat dit onze situatie we zoeken oplossingen. Van gewoon even zien, zeg maar. Ja, ja. Heeft en nog hoe hij nou ook echt uitziet. En hoe ziet hij er echt uit? Ik heb totaal niks met hem. Nee. Nee, gewoon de grootste leugenaar aller tijden, vind ik. Ja, wat maakt hem de grootste leugenaar aller tijden? Gewoon de hele spul hier met die corona shit en zo en dat soort dingen. Het is gewoon tuig. Nee. Het is gewoon tuig? Ja. Ja. Hij had die beter in zijn bikini kunnen komen, want die... Het is een halve vrouw. En een van de grootste leugenaars van Nederland. En wat maakt hem een halve vrouw? Hij kon niks na. En alleen maar... De slechte dingen, die komt hij naar. Zoals vrouwen ook niks nakomen en alleen maar de slechte dingen? Nee, dat zeg ik niet. Oh. Dat zeg ik niet. Nee, maar zoals die man doet, beloven en er gebeurt niks. Luister, daar is al zoveel jaren over gesproken, maar dat doet wat gedaan. Ja, oké, okay, maar wij... U heeft met mij nog niet gesproken. Maar ik heb wel met Piet Prinsen zo gesproken. Oké, maar wij maken een afspraak. Ja. U geeft straks even adres en wij doen het. Ik heb hier ook geweest bij deze mensen. Ja, maar ze helpen je wel, maar je gaat er steeds dieper in. Maar wij gaan erover praten. Ja? Zo, mij is benieuwd. Okay. Moet je eens luisteren, moet daar 2,5 jaar onderweg weten? Kom nou toch. Het duurt heel lang, hè? Kom altijd, nou toch. Laten ze verstandig gebruiken. Je hebt de zaak van ene naar de andere afwerken. Ja. Maar ze nemen maar aan en ze nemen maar aan. Maar ze komen niet verder. Ze smoren in hun eigen werk. Ik zie dan ook een trend. Of het nou gaat om hier in Groningen. Of om de toeslagaffaire. Of over de nieuwe klimaatwetten. Dat mensen verstikt raken in de procedures eigenlijk. Precies. In de regels. Ja. En dat eigenlijk dat dan belangrijker is dan de menselijke maat. Dat lijkt me een hele slechte ontwikkeling. Ja, ik weet niet of het zo dramatisch is, maar ik zie wel het risico. Daar heeft u gewoon gelijk in. Dat risico is er absoluut. Wat je natuurlijk hier ziet, is dat heel veel mensen snel gelukkig nu... Nou, snel niet, want het duurt al veel te lang. Maar zeker. In ieder geval nu wel geholpen worden met en schadeherstel en versterken. Dus op zich loopt heel veel. De aardgaswinning is teruggebracht, die structuur staat. Het is nu uitvoeren. Maar waar u gelijk in hebt, er zijn mensen die te maken hebben met zulke onrechtvaardige situaties... waar dingen... niet standaard zijn, maar gestapeld zoveel erger zijn. En misschien wat ik net zei, ook nog andere problemen in een gezin. Ook eventueel financieel of psychisch, noem maar op. Waarbij elkaar dingen ook versterken. Dan moet je als overheid in staat zijn om daar met maatwerk op te reageren. Ja. Nou, daarom was ik zo geïnteresseerd in die commissie bijzondere situaties. Omdat die de bevoegdheid heeft om zeer vergaand besluiten te nemen... hoe je in zo'n geval met situaties omgaat. Zonder dat ze daarvoor aan allerlei mensen weer toestemming hoeven te vragen.
Thank you.